wat nu te doen? En uiteindelijk, al heen en weer pratend en ook op bezoek bij jullie, kwamen tot de conclusie, als we een volgende stap willen zetten, dat jullie met z'n allen zeiden, er zijn eigenlijk drie dingen waar we het met elkaar over moeten hebben. Weten we nou eigenlijk precies waartoe een CVB op aarde is? Wat willen we nou eigenlijk met zo'n CVB doen? Dat was de eerste vraag. De tweede vraag was, ja, fijn dat we dan weten wat een CVB is, maar wat doe ik dan? Op welke manier, of welke, wat heb ik dan te doen? En met name in de waan van de dag om succesvol te zijn. En de derde vraag was natuurlijk, ja, maar hoe doe ik dat dan? Dus het gaat erover van, waarom was ik ook alweer? De tweede vraag is, wat doe ik? En de derde vraag is, hoe doe ik? Wat we vandaag willen doen in dit uurtje, is met jullie kort door die drie elementen heen lopen. En laten zien waar wij van denken, daar draait het om. Eigenlijk als een soort opmaat voor het programma wat we na de zomervakantie in een aantal stappen met jullie in vervolg zouden willen trekken. En uiteindelijk hopen we dat dat zoveel mogelijk live kan zijn. Maar ik denk dat er ook nog een aantal keren digitale dingen in zitten. Dat zal blijken. Dus het gaat ons om, CVB's maken vakwerk. Ze hebben goud in handen. Maar als ze met z'n allen verder willen, zullen we moeten proberen eigenlijk dat goud in handen in bedrijf te houden. In beweging te houden. Hoe houd je het in beweging? Waarom? Wat en hoe? Uiteindelijk is dan de vraag, als je bij het waarom komt, van ja, als ik dat CVB ben en we zijn gewoon mensen, dan hebben we de neiging met z'n allen dat als er iets op ons afkomt, om zo snel mogelijk eigenlijk naar de oplossing te willen zoeken. Meteen een actie te maken in het belang van collega's, in het belang van kinderen, in het belang van ouders. Laten we de oplossing bedenken. Maar soms, of eigenlijk in zijn algemeenheid, is het goed om een pas op de plaats te maken. Ja, maar waarom wil ik dat dan? Waartoe ga ik dit doen? En wat wij denken is dat we elkaar een stuk krachtiger maken als we af en toe, en daar nu de route naar Tom Verhegge, die dan zegt, als je in dat soort situaties bent, is het slim om een zinvolle omweg te maken. Kijk een keer net iets anders naar het traject waar je bijna instapt, maar ben je nog even bewust van, ja, maar wat was ook alweer de situatie? Waartoe wilde ik het ook alweer? En op welke manieren zou ik verder kunnen? Dat kan ik mooi vertellen. Maar Tom Verhegge heeft dat op een buitengewoon knappe manier in een filmpje. Waar het ons vervolgens om gaat, en dat vertelde ik jullie net, als ik dat waarom vast heb, dan zal ik op een of andere manier het over het wat moeten hebben. Wat heb ik dan te doen? Wat ik net vertelde is dat we gezegd hebben, als we ermee bezig zijn om die programma's te maken, dan kunnen wij wel dat ergens bij elkaar gaan zitten fantaseren. Maar eigenlijk moet je programma's maken, moet je uitwerken doen op basis van wat er in de praktijk gebeurt. En we zijn dus op een aantal scholen geweest en hebben met de mensen het erover gehad. Een van de scholen, of een van de meerdere scholen waar we geweest zijn en gekeken hebben, was het SO, VSO in Mariendaal in Doetinchem. Argeet Bovenhuis is daar bovenschools directeur van. En we hebben aan haar gevraagd, als het dan over wat gaat, en je denkt aan jouw school en je werkt met jouw school, op welke manier? En dus graag het woord aan Argeet om het verhaal verder te vertellen over wat dan. Aan jou. Nou, goedemiddag allemaal. Een aantal van mijn collega's werken hier ook. Ik ben geen bovenschoolsdirecteur, maar ik ben een adviseur onderwijs bij de onderwijsspecialisten. Maar dank voor de eer, Bart. Wellicht zit er ooit nog zo'n... Ik heb ambitie, laat het zo omschrijven. SO Mariendaal is een van onze 25 scholen van de onderwijsspecialisten in de Achterhoek. De school heeft een hele roerige periode gehad. En de roerigheid zat hem erin, is dat de commissie voor de begeleiding gedurende een aantal jaren niet stabiel is geweest. Dat niet stabiel is eigenlijk heel organisch niet stabiel, omdat er sprake was van langdurig ziekte. Er een aantal collega's waren die na elkaar zwanger werden en er een langdurig met verlof uit gingen. Nou, dat moet zeker herkend worden. En waarvan eigenlijk sinds februari 2021 een stabiel nieuw commissie voor de begeleiding is. Met een ontzettend ervaren en bevlogen medewerkers. Twee goede top IB'ers. Een zeer stevige gedragswetenschapper. En een nieuwe teamleider die sinds 4 weken begonnen is. Dus het is echt een hele verse nieuwe club. Het is ook een school met een forse historie. De school bestaat 18 jaar. Begonnen met 7 leerlingen en 3 medewerkers. De afgelopen 2 jaar gegroeid van een 50 leerlingen naar nu ruim 80. Dus ook een grote groei heeft plaatsgevonden. En ze hebben een stip op de horizon. En dat is een samenwerking met een SBO.
En dat moet allemaal op korte termijn, binnen 2 jaar, gerealiseerd zijn. In een nieuw gebouw met een volledige nieuw team. Dus het betekent dat er heel veel moet gaan gebeuren en er heel veel reuring is geweest. De school heeft een nadrukkelijke hulpvraag. We staan als commissie voor de begeleiding onvoldoende nu op de kaart. We zijn onvoldoende in de regie. En hoe kunnen wij weer in regie gaan komen? Nou, dat is denk ik een hulpvraag die heel veel van onze scholen wel herkennen. Met, we hebben wisselingen, hoe gaan we dat nu doen? En met name, hoe gaan we dat doen vanuit de bedoeling? Hè? Hoe gaan we dat doen vanuit het why? Dat is ook een nadrukkelijke vraag binnen dit team. Hoe zijn we daarmee aan de slag gegaan? Eigenlijk heel bazaal met elkaar eerst goed leren kennen. Wat zijn nou je kwaliteiten? Waar liggen jouw valkuilen? Waar ben je goed in? Wat vind je ontzettend ingewikkeld? En aansluitend de vraag, waarom doe je dit eigenlijk? Waarom ben je, en die vraag is letterlijk gesteld door Bart bij het team, waartoe ben je eigenlijk op aard? Waarom ben jij in die commissie begeleiding? Wat is jouw nut? Wat is jouw rol? Waarom ben je hier? Nou, dat riep wel heel veel op. Want het moet goed gaan met de leerling. Nee, inderdaad, het moet ook goed gaan met de leerling. Maar dat doen we wel vanuit een visie. Die visie is binnen de onderwijsspecialist, dat is samen laten we elk kind groeien. Maar is ook een van de collega's die hier nu aanwezig is, hebben niet zozeer een visie, maar wel een aantal kernwaarden. En dan lees ik ze even voor, want ik ken ze niet uit mijn hoofd allemaal. Maar dat is vertrouwen, respect, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en ambitie. Nou, dat zijn kernwaarden van een school. Praat je daar wel eens over met elkaar? Werk je altijd vanuit die kernwaarden of vergeet je ze wel eens? Mijn inziens is het ontzettend van belang, dus bij alles wat je doet binnen de school, je kernwaarden of je visie voorop te stellen. Doen we het vanuit een ambitie? Werken we vanuit vertrouwen? Of doen we dit maar gewoon omdat we het doen? Nou, dat gesprek gaan voeren is essentieel om te komen tot waarom doen we dit? Hoe komen we tot? Binnen het team SO Mariendaal is dat een vraag ook die dagelijks aan de orde komt. Doen we het nog steeds vanuit de juiste bedoeling? Doen we het nog steeds omdat we samen elk kind laten groeien? Eigenlijk een vraag aan jullie allen. Hè? Die ga ik straks ook in de poll zetten. Ben je op de hoogte van de visie van jouw school? Ben je op de hoogte van de kernwaarden van de school? En gebruik je die ook? Stel je die vraag ook vaak aan jezelf? Kom straks terug in de poll. We zijn heel benieuwd hoe het breed leeft. Hoe pak je dat dan vervolgens aan? Hè? Hoe ga je aan de slag met om een commissie voor de begeleiding weer goed stevig te positioneren in een school? Wat we zien is dat het heel erg van belang is dat je als school een jaarplanning hebt. Wat gaan we doen, wanneer en wat doen we dan precies? Dus niet alleen wanneer gaan we doen, maar wat gaan we ook precies doen? Nou, en wat gaan we dan precies doen? Koppel je uiteraard weer aan de bedoeling. Hè? Waarom doen we dit? Dat is een forse kawaii. Maak maar eens een opsomming als commissie voor de begeleiding. Wat doen we eigenlijk door zo'n heel jaar heen? Hè? We brengen klassenbezoeken, we doen observaties. We ondersteunen of schrijven mee aan een OPP of een handelingsplan. Maar ondertussen houden we ons ook bezig met een klasseindeling. Er komen nieuwe leerlingen in de school. Daar doen we ook nog van alles mee. Daarnaast hebben we ook nog weet ik hoeveel overleggen. We sluiten aan bij docentbesprekingen, we doen collegiale consultatie. We doen een heleboel dingen. Daarnaast doen docenten ook een heleboel dingen. Docenten die schrijven geven elk 2 keer per jaar of 3 keer per jaar een schoolrapport mee met een leerling. Die moeten ook een HP en een OPP evalueren. Die moeten ook sowieso allerlei rapportages gaan bijhouden. Die moeten toetsen doen bij leerlingen. Die moeten van alles. Dus alles wat je doet in een jaar, dat is best heel veel. Je merkt soms ook dat het onvoldoende op elkaar afgestemd is. Om daar een voorbeeld van te geven, hè, met hoe het ook wat, als je al pratend erachter komt, is hoe je dat onvoldoende afstemt, is dat we merkten op SO Mariendaal dat er aan het eind van het schooljaar eigenlijk wel 3 keer een gesprek was met ouders, met elke ouder individueel. 1 keer ging het over de didactische vorderingen, dan moest er ook nog een OPP of een HP geëvalueerd worden en er moest gesproken worden over de doelen voor volgend jaar. Kunnen we dat samenvoegen? Dus door het gesprek met elkaar te voeren, kunnen we het samenvoegen en kunnen we uiteindelijk 1 gesprek gaan voeren, kwamen we erachter dat we het anders kunnen gaan organiseren. En dat anders organiseren heeft effect op je jaarplannen. Naast dat je goed in kaart hebt wat je eigenlijk allemaal doet, kom je er ook achter dat je, en dat is niet nieuw voor iedereen die in het onderwijs werkt, is dat we heel veel piekmomenten hebben. Aan het eind van het schooljaar hebben we een piekmoment omdat dan echt alles mee moet naar huis. Aan het eind van het schooljaar, nieuwe klasindeling, rapport moet mee, geëvalueerd, er moet een heleboel.
Decembermaand, nou die slaan we het liefst denk ik hier en daar wel wat over. Met en Sinterklaas en alle stress en alle kerst en alle stress. Dus dat is ook een hele drukke periode. Naast dat we dat zien, zien we ook dat er heel veel directeuren zijn die ineens bedenken in maart of april. Maar weet je wat, we gaan nog een leer- en werkklimaatonderzoek doen deze maand. Nou ja, ik denk dat de gemiddelde docent zwaar zuchtend achter zijn bureau gaat zitten. Maar dat moet dus ook nog. Wanneer je een jaarplanning maakt, kan je weer gaan geven wat dat betekent voor de belasting van de individuele functionaris. Wat betekent dat voor een docent in de maand april? En wat betekent dat voor een directeur in de maand april? De directeur is in april bezig met de formatie voor volgend jaar. Die moet in september de begroting voor het jaar erop uiteenzetten. Dus iedere functionaris heeft een eigen moment met piekbelasting. Als we die eens wat meer op elkaar af gaan stemmen en nog steeds zeggen, laten we dan nog steeds samen elk kind groeien? Of zijn we nog steeds bezig om respectvol met elkaar om te gaan, telkens de vraag te stellen, kunnen we ook met elkaar het gesprek voeren, wanneer doen we wat? Wanneer zetten we wat weg in onze jaarplanning? Hoe gaan we dat doen? Ik denk dat het helpend is. Maar het gesprek daarover voeren is wel tijdrovend, vraagt ook heel veel tijd, maar daar moet je tijd voor maken. Ook plan dat in binnen je jaarplanning. Naast dat een jaar al onze vaste items kent, als het rapport en de leerlingbespreking en de klasseobservaties, hebben we ook een aantal thema's binnen elke school. Iedere school heeft een aantal thema's die jaarlijks terugkeren, of die heeft een aantal aandachtspunten die één keer in de zoveel tijd terugkeren. Denk aan digitalisering van onderwijs. Nou, dat is nu heel nadrukkelijk aan de orde. En we hebben door corona een ontzettende slag gemaakt. We kunnen goed afstandsonderwijs bieden. We zijn heel handig geworden in het digitaal lesgeven. Dus het hele digitale heeft ergens een vlucht genomen en is een groot deel uit gaan maken van ons onderwijssysteem. Dat vraagt ook heel veel scholing. En dat vraagt ook altijd bijstellen. Wat we ook gezien hebben aan het digitale onderwijs in onze corona-periode, waar wij er nog een beetje in zitten, is dat de tijd heel snel gaat. Waarin we in het begin nog aan het zoeken waren met moeten we dat via Teams doen of moeten we dat, nou, hoe moeten we dit gaan doen, blijkt dat al onze software heel snel ontwikkelt en dat heel snel positief verandert. Maar dat betekent wel bijblijven. Dus dat betekent ook continu scholen. Maar de gemiddelde docent zit niet te wachten op allerlei scholingen in allerlei softwareprogramma's. Maar het is wel handig om bij te blijven, want als je niet bijblijft, loop je dus achter de feiten aan. En wie weet komt er weer een coronaperiode. Dat is iets wat je jaarlijks wat lange termijn thema's zijn. Elke school kent ook kortere termijn thema's, of dat zijn misschien wel wat meer speerpunten waar we aandacht aan willen geven. Die kan je bijvoorbeeld terug laten komen in jouw studiedagen. Elke school kent ook studiedagen en laat daar ook thema's in terugkomen. Laat daar een thema in terugkomen over wat is de taak en rol van een docent. Want ook dat is vaak gesprekswaardig. Wat je ziet is dat het binnen scholen vaak een beetje verwort. Hè? Wat doet eigenlijk de docent en wat doet de assistent? Hebben we nog scherp wie welke verantwoordelijkheid heeft? Dat kan je bijvoorbeeld binnen een studiedag goed terug laten komen. Maak ook gebruik van mensen om je heen. Nou, ook binnen jullie organisatie zijn vast PNO'ers. Maak gebruik van jullie externe bronnen om dat soort thema's aan de orde te stellen. Eigenlijk ben ik ook wel benieuwd of alle scholen gebruik maken van een jaarplanning. Is dat een standaard iets in iedere school? Of zien we altijd maar en doen we een aantal dingen maar gewoon omdat we het altijd al zo doen? En evalueren jullie ook de schoolplanning en de jaarplanning? Ook dat, die vraag stel ik straks in een poll om even te horen met hoe dat eigenlijk binnen jullie scholen georganiseerd is. Ik ben ook benieuwd hoe het georganiseerd is. Dus mocht je daar wat over willen zeggen, zeg in de chat, laat het vooral weten. Het belangrijkste wat ik jullie mee wil geven is dat jullie vooral het gesprek gaan voeren met elkaar. Waarom doen we dit en doen we dit op de juiste manier? Maak gebruik van elkaars expertise en maak gebruik ook vooral van andere scholen. Vraag eens op een andere school, hoe doen jullie dat? Hoe hebben jullie het georganiseerd? Hoe geven jullie je jaarplanning weer? Hoe houden jullie iedereen erbij? Dus ik nodig jullie ook van harte uit en we zijn nu met een grote club. Volgens mij hebben we een hele groot mailbestand waarin allemaal mensen van verschillende scholen zitten. Schroom niet. SO Mariendaal heeft contact met een school uit Rotterdam inmiddels. Dat is het contact wat tussen Bart en Frits hebben gelegd. Mariendaal had wat te brengen aan Rotterdam. En Rotterdam komt ook wat terugbrengen
aan Mariendaal. Je kan van elkaar leren, je kan elkaar gebruiken. Dus ik nodig jullie ook van harte uit om vragen te stellen aan elkaar en om vooral bij elkaar op bezoek te gaan en te kijken hoe de andere school het georganiseerd heeft. Dank jullie wel voor jullie aandacht. En de poll volgt. Kan iedereen deze chat wel zien? Ja, nu. Ja, nou. Ik dacht al bijna dat ik volledig offline was, maar het is... Dus dat betekent als je ja zegt, dat je ze uit je hoofd kan zeggen. En dat betekent dus ook, want ja, maar dat is dan wel een soort van toets. En dat betekent ook dat als er dus een crisis op school is en je gaat evalueren, dat dan eigenlijk die kernwaarden, dat je die dus even langsloopt. Van hé, hebben we vanuit vertrouwen gewerkt als vertrouwen een kernwaarde is? Zijn we flexibel geweest als flexibel? We hebben iets met passie. Ik noem degene van mijn eigen oude school even op. Maar ja, hebben we dit met passie gedaan of niet? We zullen dat even testen. Als iedereen die de kernwaarden kent nu begint te praten, dan zien wij in beeld of mensen hun kernwaarden uit het hoofd kennen en iedere keer dat ook meteen tegen hun collega's kunnen zeggen als er iets gebeurt. Dus we hebben nu een groot scherm. Daar zien wij allemaal gezichten op. En dan zien wij natuurlijk een heleboel pratende collega's die allemaal vanuit in één keer, en daar gaat hij, 3, 2, 1, de kernwaarden van onze school zijn, ja, laat u maar komen. Visies. 1 iemand, ik passie. Zie 2. Flexibiliteit. Verantwoordelijkheid. Respect, verantwoordelijkheid. En vertrouwen. Ja. Ik zie de rechts onder Lia, kan ze zo uit het hoofd doen? Lia, even aan jou, Lia van Gastel. Even je microfoon alsjeblieft, Lia. Speciaal geborgen en uitdagend. Prachtig. Ja. Carlijn kende ze ook uit haar hoofd, zag ik. Carlijn Boswinkel. Ja, samen plezier en durf. Samen plezier en durf. Ja. Dus als er een flinke crisis is, dan reageren jullie iedere keer vanuit samen plezier en durf. Dus als twee kinderen elkaar in de haren vliegen, samen ja. Plezier en durf. Geweldig ja. Zinnetje om mee te maken. Wie mag ik nog meer uitnodigen om het even snel te zeggen? Nog iemand anders die ze één keer zou willen voordragen? Harry? Authentiek, volhardend, uitdagend. Geweldig. Harry, als jij nou een functioneringsgesprek hebt, hè? Komen dan deze waarden ook terug? Is eigenlijk heel jouw functioneringsgesprek gebouwd op... Van hoe doe jij dat dan? En hoe doe je dat in de school? Ja, sterker, ze zeggen geformuleerd in een ideebewijs. We zijn vanuit een werkgroep visie. Zijn we bezig om ook via lessenstudies enzovoort al deze waarden bij iedereen steeds meer weer onder aandacht te brengen. Zelfs op dit moment is er een groep bezig om collega's daarin verder te ontwikkelen. En een aantal die doelen nu voor het eerst en een aantal die zijn de volgende trainer-trainer-sessie onder begeleiding van een begeleider. En op die manier proberen we het steeds breder binnen de school weg te zetten. Super, gaaf. Klinkt mooi. Hulde. Ik heb van heel veel deelnemende scholen vandaag, collega's van deelnemende scholen, heb ik de kernwaarden opgezocht op hun website. En nodig ook vooral jouw hele school eens uit om het eens op te zoeken, want ik vind bewonderingswaardig hoeveel jullie het kunnen oplepelen. Maar het staat gewoon groot op websites van jullie scholen. En ik vraag me soms wel eens af of docenten zich daar voldoende van bewust zijn. Gooi de vragen eens in op school. Om te vragen wat de kernwaarde is of wat de visie is van de school waar je gewoon voor werkt. Ageet de volgende. Ageet de andere uit de poll de vraag alsjeblieft. Ja. Dus maak je school gebruik van een jaarplanning? En hoe ziet die er dan uit? Hè? Kan iemand eens vertellen hoe die eruit ziet bij jullie? Is dat een filmpje? Is dat een Excel bestandje? Is dat in... projects gemaakt. Hoe doen jullie dat binnen de school? Even 2 minuten wachten dat iedereen erover na kan denken. En dan meteen de vraag die erachteraan kwam, Geet, was en hoe staat dat dan in relatie tot jouw CVB, hè? Ja. Dus de jaarplanning in verbinding met het functioneren van de CVB. En is dat helpend of zit het je ontzettend in de weg ook? Wat is je ervaring daarmee? Zou je het anders willen? Heb je tips? Dan vraag ik aan Agatha Wit van Duin. Agatha de Wit van Duin, sorry. Ja, wij maken gebruik van een jaarplanning. Excel bestand. Ja. Mooie kleurtjes.
om te kijken wie er wat moet doen, wie er aan de beurt is. Er staan intervisies in, dingen die betrekking hebben op het hele team, maar ook de commissie van de begeleiding. Maar wat is je rol dan bij Agata? Welke rol speel je dan vanuit het CVB daarin? Met elkaar bekijken we wanneer wat kan en hoe hoog de werkdruk dan wordt. Wat kan in welke week? Kun je een voorbeeld noemen hoe je dat stuurt? Ja, zeker. Wij hebben op school met leerkrachten als en de gedragswetenschapper en mijzelf planningsgesprekken, opbrengstgesprekken naar aanleiding van handelingsplannen. En voor een aantal klassen, de klassen zijn groeiende. En dan merk je dat het plannen van die gesprekken, waar het eerder zo van, oh ja, nou kan wel even op het laatste moment, moet het nu wel echt door het jaar gepland worden, want anders worden wij allen gillend gek. Dus uiteindelijk helpt de planning om niet gillend gek te worden? Ja, ja. En jullie als CVB waken erover dat het dus ook gebeurt? Ja, zeker. Ja. En als collega's nou te enthousiast worden en zeggen, wij willen 3 keer zoveel van die gesprekken, wat doen jullie dan? Dan wijzen wij opbrengstgesprekken zullen ze niet zo vaak om vragen, maar wel om te komen kijken in de klas. En daarmee krijg je wel, dan heb je iets in handen om overzicht te krijgen van, kijk eens wanneer dat handig is, wat wil je, wat ik bekijk. En om samen overzicht te krijgen. Maar dan ben je dus inderdaad als CVB een sturend element in de jaarplanning om de kracht van je school een stap verder te brengen. Ja, zeker. Het is mooi dat jullie het vanzelfsprekend knikken. We zijn ook op een paar andere plaatsen geweest en waar we letterlijk een blaadje op het bord moesten hangen om uit te leggen wat een jaarplanning was. Dus even de verschillen zijn dan nogal groot. Dus ik vind het mooi, de vanzelfsprekendheid waarmee jij het zegt. En ook, ik zie ook collega's knikken. Ja, dat is bij ons ook zo. Ja, het is niet overeen voor iedereen even vanzelfsprekend. Dus dank. Ik heb net even overleg met Jasper gehad. Jasper stelt voor dat hij nu het volgende onderdeel overneemt nadat ik Ageet bedankt heb en dat we zeg maar de informatie die Ageet gegeven heeft en de vragen die zij gesteld heeft, die zullen we jullie later nog nasturen zodat je ze kunt gebruiken ook in je eigen school. Hè? Van loop dat eens na en wat Ageet meerdere malen gezegd heeft en ook wat uit de gesprekken bleek die wij op scholen hebben gehad, dat CVB's op een of andere manier, hè, wat Agatha net vertelde, zeg maar hun zaken goed geregeld hebben, maar niet altijd de vraag aan het team hebben gesteld van, en wat willen jullie nu eigenlijk graag hebben dat CVB doet? We waren op een bepaalde school en toen wij dus vroegen aan hun van, ja, jullie hebben dit bedacht, hebben jullie het wel eens met jullie leerkrachten daarover gehad? Toen was het net zo stil als nu. Niemand zei iets. En uiteindelijk is dat dus een van de dingen van, je bent er als CVB met een bepaalde bedoeling die je zelf hebt, maar het is dus ook interessant om te zien hoe je collega's dat zien en hetzelfde geldt voor het wat je met elkaar doet. Jasper, graag het woord aan jou en dank nogmaals aan Ageet. Waar ik jullie in mee wil nemen is, hoe zit dat nou eigenlijk met de regeltjes van het TLV? Maar dat wil ik heel graag doen vanuit dat filmpje vanuit de zinvolheid. Dus doe elke keer een stapje terug. Want ook mensen bij het samenwerkingsverband, die zitten er niet om speciaal onderwijsscholen of SBO-scholen te pesten of zoiets. Dus er gebeurt dan iets aparts. En wat heb je dan? Dan heb je, dit is buurman Baasje nog van Seesmanstraat. Ja, dat is wel van mijn generatie, zullen we maar zeggen. Maar buurman Baasje weet het altijd beter. Maar die is die hele vervelende man van de regeltjes waar Tommy doorheen gaat en last van heeft. En af en toe zien wij zo de samenwerkingsverbanden. Ook niet allemaal, maar vaak wordt dat zo ervaren. En ik weet van mezelf ook van, als schooldirecteur van de Methielschool, VSO Methielschool, weet ik ook dat ik dat zelf zo ervaren heb. En met mijn commissie van begeleiding moeten we iets met dat aanvragen van die TLV's. Nou, wij als sectorraad GO krijgen vaak vragen binnen.
En ik dacht eigenlijk in een groter publiek, misschien kan ik die vragen eens een keertje langslopen. Ook om wat misverstanden weg te halen, maar misschien ook op het einde wat discussie te hebben. En Bart houdt de tijd in de gaten, dus dat is hartstikke goed. En wat mij dan ook opvalt, is dat wij als scholen, en dan praat ik over wij als commissie van begeleiding, ook vaak ons huiswerk niet goed gedaan hebben. Dus ik krijg soms vragen waarvan ik denk, ja, als je de verkeerde bron hebt, of de verkeerde aanname hebt, of je weet niet hoe de regeltjes in elkaar zitten, geen wonder dat buurman-baasje dan lekker losgaat. Dus ook even streng belerend met mijn eigen vingertje, ook wij maken er een potje van. En wat is dan de bedoeling? De bedoeling is dat we op een makkelijke manier, op een goede manier zorgen dat die leerlingen ondersteuning krijgen en de juiste middelen. Ik ga even naar de volgende. En dit komt ook van Wouter het Hart, hè, ook van de bedoeling. En het grappige is, ik vond dit vanochtend op de site. En in deze presentatie zitten meer momenten dat jullie gewoon even moeten lezen. Dus ik ga dat allemaal niet voorlezen, maar dat kan je dan gewoon zelf lezen. Maar het grappige is dat dit kwam van een of andere management commerciële boekhandel of zo. Die hebben net de essentie niet gepakt. Dus die snapten het in mijn ogen niet. En waarom niet? Ze leggen hier een soort claim neer bij die hoofdscheidsrechter. Even heel kort door de bocht. Er zijn schaatsers, je kan het lezen. Er is een videofilm, een videofinish. Dus je kan zien dat de schaatser eroverheen gaat. De computer geeft iets anders aan. En er wordt daarna 6 uur vergaderd. En uiteindelijk wordt op basis van de regels wordt de medaille toegekend. En niet op basis van dat er gewoon een foto ligt. Maar dat herkennen wij, denk ik. Want wij zien de leerlingen voor ons. Wij weten waar we het over hebben. Wij voelen die leerling. Wij hebben die leerling gezien. En waarom moeten we dan überhaupt nog een TLV aanvragen? Want het is toch zo duidelijk. En daar zit dus een hoofdscheidsrechter die dus ook een bepaalde taak gekregen heeft. Maar Wouter het Hart heeft hierna in het boek gezegd, en daar zit naar mijn idee de crux, hoe kan het nou dat die hoofdscheidsrechter is vervallen tot zo'n procedurele man? Want wil je hoofdscheidsrechter worden in het schaatsen, dan moet je ziel en zaligheid, dat doe je niet voor het geld, dat doe je als vrijwilliger, dat doe je met passie, dat doe je met je houdt van die sport. En hoe kan het dan dat dit gebeurt? Nou, en dat zien wij ook gebeuren rondom de toelaatbaarheidsverklaring. Iedereen zit er met de goede bedoelingen in, maar op een of andere manier wordt het systeem leidend. Nou, wat ik vandaag graag wil doen, is gewoon even een aantal zaken met jullie doornemen, zodat jullie weten hoe het zit. Ik heb ook vanochtend nog uitgebreid met de geschillencommissie telefonisch overleg gehad, omdat wat ik nu ga zeggen, of ik dan niet te ver ga en of het ook wel klopt. He, dus gelukkig hebben ze gezegd, ja, nee, je hebt dit wel goed op het netvlies, want anders zeg ik het aan jullie en dan is dat net weer verkeerd en dan gaat het weer mis. Dus hier komt hij. Maar eerst nog, oh ja, die kwam ook nog, sorry. Jasper, je hebt nog 5 minuten, hè? Vergeet niet hoeveel tijd je hebt. Ja. Eerst kreeg ik, dan maak ik er 10 van, want ik wil iets meer. Bart, sorry. Ja, maar goed, we hebben tot half goed. Ja, nee, oké, sorry. Dan gaan we iets een beetje weer uitlopen. Een directeur van een samenwerkingsverband schreef dit. Dus wat ik nu ga zeggen is niet framen van de samenwerkingsverbanden, even voor de duidelijkheid. Deze mail kreeg ik eergisteren binnen. Ga ik door. Op onze site, je kunt straks al die linkjes, je krijgt de presentatie, dus je kunt dit allemaal terugvinden. Op onze site verwijzen we ook naar de geschillencommissie. En het is handig om als commissie van begeleiding die geschillencommissie, dus de geschillen zelf, eens een keertje door te lezen. Want wat er dan namelijk gebeurt, is dat je de taal gaat spreken, dat je ook goede zinnen kunt terugvinden die je één op één kan meenemen in je toelaatbaarheidsverklaring, in je aanvraag. Maar je leert ook een beetje die taal begrijpen. En wat misverstanden zijn, waar het vaak op misgaat, is dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet goed genoeg in kaart wordt gebracht. Ik heb als buurman-baasje, op een gegeven moment toen ik het een beetje zat was, de OPP's die ik als schooldirecteur zelf had vastgesteld, dat waren er 160... heb ik op een zaterdagochtend, ik was er helemaal flauw van, en ik denk, ik ga als buurman baasje, ga ik ze nou eens lezen.
OPP's die ik zelf had vastgesteld. Van de 160 had ik de 104 waarvan ik als buurman-baasje dacht, ja, daar vind ik wel wat van. Nou was ik ook die directeur die dan die 104 meteen doorstuurde naar zijn orthopedagoge. Dus dat was niet zo heel erg handig, want dan had ik dus wel iets uit te leggen, want daar waren ze terecht niet blij mee. Zou ik ook achteraf niet meer zo doen. Maar wat is dus, er moeten 2 deskundigheidsverklaringen worden opgesteld met een daadkrachtige motivering, waar de inhoud van de deskundigheidsadviezen ook laten zien wat je bedoelt. En de belangrijkste momenten moeten in het besluit zijn opgenomen. Zodat ouders en andere betrokkenen duidelijk hebben, inzicht hebben waarop het besluit genomen is. Deze vragen komen ook binnen, dus kort door de bocht. Moet er een altijd nieuw geldend IQ-onderzoek of anders worden aangeleverd? Nee, onzin. Het moet zo zijn dat de gedragsdeskundige heeft aangegeven dat dat wat geconcludeerd is, en dat mag een oud onderzoek zijn, dat dat nog steeds geldend is. Want die gedragsdeskundige is in de positie om dat te mogen doen. Krijgt cluster 4 altijd een TLV 1? Laag, ook zo'n misverstand. Nee, de ondersteuningsbehoefte staat centraal. Dus als die leerling meer nodig heeft, vraag je meer aan, krijg je het niet, ga je in dialoog, ga je in gesprek, krijg je het alsnog niet, ga je een geschil aan. Ik heb het zelf ook gedaan, het werkt. Kan, en wel zorg dat je je huiswerk goed gedaan hebt dan. Kan dezelfde leerling op de ene school een TLV 1 krijgen en op de andere een 2? Ja, dat kan. Want als jij in metielschool bent en je krijgt een autist binnen, dan kan best die autist op die autistenschool, dat daar common sense was. Maar dat jij als metielschool veel meer moet doen om die structuur, een autistenstructuur, dus dat je daar meer inzet op moet plegen. Dus dat kan je onderbouwen. Het samenwerkingsverband en ouders kiezen ervoor om dat kind op jouw school te plaatsen, mits je het, de commissie van begeleiding dat goed vindt. Dus dan vraag je er 2 aan. En ik weet uit ervaring, dat krijg je dan ook gewoon. Moet je wel uitleggen. Moet ik een leerling onderwijs bieden als een TLV 2 of 3 of 1 niet rond is? Nee. Zolang het samenwerkingsverband de TLV niet geregeld heeft, ben je niet verplicht toe. Doe je het wel, dan plaats je jezelf al wel een klein beetje in een lastig pakket. Kan. Die we ook horen, zijn er 2 handtekeningen van ouders nodig? Nee, er is zelfs geen enkele handtekening nodig voor het aanvragen van een TLV. Maar wel een inspanningsverplichting van ouders. Je moet kunnen aantonen dat je ze voldoende betrokken hebt. En liefst heb je natuurlijk die handtekeningen wel. Moet er een handtekening op van bevoegd gezag? Nee, staat nergens. Iedereen die gemandateerd is vanuit de commissie van begeleiding mag dat doen. Hoe recent is recent? 1 jaar staat in de wet. Behalve als bestuurlijk anders is overeengekomen. Dus als je dus... Wat sommige mensen zeggen, het OPP moet 3 maanden, mag maar 3 maanden oud zijn. Bijvoorbeeld Sterk VO heeft dat bijvoorbeeld ook in hun beleid staan. Als de bestuurders daarmee akkoord zijn gegaan, ja, dan moet het. Maar als zij daar zich beroepen op, zo is het landelijk geregeld. Nee hoor, 1 jaar staat in de wet, dan mag je je gewoon aan houden. TLV herindicatie, horen wij ook terug. Dat doen we voor 2 jaar, want dan gaan we dan evalueren. Dat is wel handig, want dan popt die vanzelf op. Ja, dat is het omdraaien van het systeem. Dus als je het filmpje hebt gezien, dan is dit een voorbeeld van hoe dat dan, wat je dan, ja, dat je dat niet zo moet willen. Je moet sowieso ieder jaar evalueren. En als commissie van begeleiding sta je sterk in je schoenen. En dan, als er iets anders moet gebeuren, doe je dat. En dat heeft niks te maken met een TLV of een herindicatie. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverband? Bij de school of bij het samenwerkingsverband? Het samenwerkingsverband, en dat is wel van belang, heeft de beleidsvrijheid om zelf extra criteria op te stellen. Dus dat wordt dan bestuurlijk afgesproken. Je moet daar dus, als je dus gedoe hebt, moet je dus altijd even vragen, wat is er dus bestuurlijk afgesproken? Maar de verantwoordelijkheid ligt bij het samenwerkingsverband. Dus als het samenwerkingsverband zegt, dat accepteer ik niet, of er is een vertraging, zeg je, kan jij dus achterover gaan leunen, bewijzen van. En natuurlijk moet de leerling, dat is altijd heel erg ingewikkeld, want de leerling is er de dupe van. Maar in principe ben je dus niet verantwoordelijk. Ik kom direct weer terug. Oh ja, ik kom nu bij buurman-baasje. Want als je dit soort dingen zelf in de
weet en dit ook hard kan maken, kan je zelf als het moet ook een buurman-baasje zijn. Maar hou dan het filmpje in de gaten. Want het gaat om de leerling, het gaat om de dialoog, het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het is wel handig als je je huiswerk goed gedaan hebt en weet wat wel mag en wat niet kan. En dat je niet op basis van verkeerde aannames hele ingewikkelde discussies en gesprekken hebt. En voor vragen hebben we weinig tijd, want het is nu precies half. Maar als je vragen hebt, dan lopen we 5 minuten uit. En mensen die dan toch gewoon door moeten naar de volgende afspraak, prima natuurlijk, moet je vooral doen. Vragen kunnen ook in de chat, hè? Dan kunnen we er ook op een later moment nog in onze mailbox op terugkomen. Een erg duidelijk verhaal, Jasper. Dan krijg je altijd heel weinig vragen als je een goed verhaal vertelt. Dat is dan, Ja, of mensen vinden er wat van. Want ik wil wel... ik ben ook wel een beetje benieuwd. Want met het maken van deze presentatie dacht ik wel... Het moet niet samenwerkingsverband pesten worden of zoiets. Want dan heb ik jou die zinvolheid niet begrepen. Hè? Dus ja. Het gaat erom dat je in dialoog uiteindelijk de goede dingen doet... Maar dat je allebei wel weet wat de spelregels zijn. En dan is mijn ervaring dat het dan sneller en beter gaat. En ook rondom dat geschil. Het was heel interessant omdat wij als school zijnde een geschil waren aangegaan. Merkte ik daarna dat iedereen veel meer dat goede gesprek aanging. Omdat ze dachten, die schooldirecteur, in dit geval Jasper, die gaat ervoor als het gedoe geeft. En daardoor konden we aan de voorkant veel meer met elkaar... We gingen echt veel meer met elkaar praten. Omdat ze gewoon wisten van ja, als het niet gebeurt... Dan hebben we allebei ontzettend veel... Want dat is heel veel werk, namelijk een geschil. Dan hebben we ontzettend veel aan onze fiets hangen. Jasper, je hebt de vraag in de chat staan. Oké, er is geen toestemming nodig voor de aanvraag van TLV. Maar mag je wel zonder toestemming het dossier... inclusief personen versturen. Ik stuur je nu even een linkje. Daar is dat is helemaal uitgewerkt bij het steunpunt passend onderwijs. Daar is een speciale... Ik zoek het op en ik stuur het in de chat. Voeg het toe alsjeblieft aan de presentatie, Jasper. Zodat zeg maar ook dat element er dan in zit. Ja? Ik dank je nu. Gewoon ook even in verband met de tijd. En ook met het vervolg. Beste mensen, het kan wel. Het opvallende uit alle verhalen die we bij jullie gezien hebben, de manieren waarop jullie werken, is iedere keer het kan wel. Jasper vertelt net, uiteindelijk ook toen hij directeur was, er zit bij jullie allemaal een ongelofelijke drive onder. Het is niet te geloven wat jullie met z'n allen presteren. Dus het kan wel. En wij komen vanmiddag op een bepaalde manier ook door dit programma heen. Wat we ermee willen zeggen is, en dat is wat we eigenlijk volgend jaar na de grote vakantie verder willen doen, is dat het kan wel... Dat kun je ook net iets beter organiseren. Net iets beter in je grip krijgen. En net iets makkelijker zeg maar, mee manoeuvreren. En dat is wat we volgend jaar zouden willen doen. We zouden volgend jaar graag met jullie een traject willen lopen. Wat nog eens wat nadrukkelijker ingaat op het verhaal van Tom Verregge en Wouter het Hart. Waarin je uiteindelijk het hebt over de bedoeling. Van waarom wil ik dit ook alweer? Die drive heb ik, maar wat zit daar dan onder? Het tweede waar we het in de loop van de tijd over willen hebben is het verhaal van Ageet. Waarin zij zegt, ja, ik moet wel weten wat ik wil doen. En als ik dat een beetje goed organiseer en een beetje slim doe, dan kan ik in de waan van de dag een boel winst halen. Dat is ook wat Tom Verregge zegt. Natuurlijk moet je je basis op orde hebben, maar alle mensen zeggen dat het zo druk is in de waan van de dag. Als we elkaar volgend jaar kunnen helpen om in de waan van de dag het net anders te doen, dan wordt het er misschien nog makkelijker op. En het laatste is wat Jasper net gezegd heeft, het helpt ontzettend als je weet wat de spelregeltjes zijn. En dat wil niet zeggen dat jij alle spelregeltjes moet kennen, want dat kan niet. Het moet wel zo zijn dat je weet wie je moet bellen om de spelregeltjes te vragen. En op het moment dat je voelt dat twee partijen het niet eens zijn over spelregeltjes, bel alsjeblieft een derde, zodat je de goede hebt. En nou ja, Jasper bewijst volgens mij nu weer dat dat helpt en dat hij ook in ieder geval is waar je naartoe kunt bellen om die spelregels te halen. En dat is wat we graag volgend jaar willen doen. Plus, we willen graag nog een aantal keren dat spel spelen, want het blijkt dat het helpt. We hebben een aantal geweldige gesprekken, nogmaals, we zijn gisteren in Winschoten geweest. Dat was een indrukwekkende bijeenkomst, waar mensen, twee, een SBO-team en een VSO, SOVSO, die moeten met z'n allen in één gebouw. Die moeten nu samen voor 230 kinderen de nieuwe route gaan maken. Het gesprek aan de hand van het spel Goud in Beweging heeft hun verder geholpen in het erover nadenken, maar hoe dan? Wat dan? Waarom dan? En we willen graag volgend jaar nog een aantal keer jullie verhalen ophalen van waar jullie mee bezig zijn in de categorie Het kan wel.
Dus als je naar aanleiding van vanmiddag nog denkt, hé, wij zouden wel het leuk vinden om dat spel te spelen, of kom eens bij ons langs, want we hebben wat te vertellen, stuur ons alsjeblieft in de chat een bericht. Dankjewel dat jullie er waren. Dankjewel aan Ageet, dankjewel aan Jasper, dankjewel aan Frits en Heidi, dat we toch op een of andere manier dit met z'n allen geklaard hebben. Dank aan jullie allemaal voor jullie bijdrage en er aanwezig zijn. En dankjewel namens alle kinderen voor wie jullie morgen, ondanks alle warmte, er weer zijn. En het zou heerlijk zijn voor ons allemaal, en dat maakt het een stuk makkelijker, als Nederland vanavond gewoon wint. Prettige avond allemaal, dankjewel en graag tot volgend jaar. En we sturen jullie de informatie naar aanleiding van vanmiddag toe. En als er vragen zijn, ja, alle dingen die ik gezegd heb, van harte welkom en succes. Graag tot de volgende keer. Ciao, ciao. Fijne avond. Doedoe. Dank je. Hoi, hoi. Fijne avond. Bedankt.